in het station van Meisser en ik ben nu aan het wachten op de trein, want ik ga naar Mechelen gaan, naar Kot, om ja, aan mijn avondroutine te beginnen. Voilà, ik zit op de trein naar Mechelen. Ik doe stage bij de ochtendshow van Studio Brussel en dat betekent dat ik dus om 4 uur opsta, om 6 uur op de redactie ben, maar ook om 2 uur naar huis mag gaan. Het is momenteel 2:30 en tegen 3 uur ben ik ongeveer op kot en dan ga ik een beetje chillen, nog taakjes maken, maar ja, ook gewoon mijn andere avondroutine doen. Ik ben op kot, ik heb even wat in mijn bed gelegen en gechilled, want dat moet ook gewoon iets na een werkdag. Gewoon even niks doen. En nu ga ik een beetje kijken wat ik nog moet doen vandaag. Zodat ik zeker om 8 uur mijn bed in kan. Want ik mag morgen voor de eerste keer de regie doen. En ja, daarvoor wil ik wel zeker uitgeslapen zijn. Zodat dat allemaal goed gaat verlopen. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Komt goed. Het is met Pien morgen, dus dat gaat ook tof zijn. En we gaan gewoon met z'n tweetjes de ochtendshow doen. Ik heb dan vaak om 4 uur dat ik zo even mijn klopje krijg en dat ik even geen zin heb om alles nog te doen. Terwijl ik nog wel van alles moet doen. Ik moet nog even bedenken wat ik ga eten zometeen. Ik heb nog zoete aardappels. En ik had een... Deze is echt gigantisch. Maar ik had een recept gezien om gevulde zoete aardappel te maken. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Want ja, ik heb dat hier nu toch liggen. Hoe gigantisch is deze aardappel? En vandaag ben ik ook nog douchen, mijn haar wassen. Want dat doe ik echt niet 's ochtends. Ik ga niet daar nog vroeger voor opstaan. Ik ben echt aan het denken, wat ga ik doen? Oké, ik ga eerst opzoeken hoe dat ik die gevulde aardappel moet maken. Zodat ik zeker ben dat ik alle ingrediënten daarvoor heb. En dan ga ik denk ik mijn kamer even poetsen. Want zoals jullie kunnen zien ligt er veel rommel. En ik voel me altijd beter als er geen rommel is. Ja, dat ga ik doen. Oké, ik heb opgezocht wat ik allemaal nodig heb. Turns out dat ik bijna niks ervan echt heb. Dus ik ga een beetje improviseren gewoon straks. Ik ga eerst mijn kamer opruimen en dan ga ik die zoete aardappel in de oven steken. Terwijl douchen en dan eten. Denk ik. We zullen nog zien hoe dat uitdraait. Ik kan nog altijd een pizza gaan halen of zo. Maar ik moet nu echt mijn kamer opruimen. Ik heb iets een mes. Kijk even naar deze dramatische kamer. Oh, wat erg. Ik schaam me dood. Gewoon even kwartier focus. Ik heb de helft van mijn kamer opgeruimd. En ik heb besloten om 's avonds gewoon frietjes of zo te eten. I'm so tired. Ik was in mijn bed gaan zitten. En dat is geen slim idee als je moe bent. Ik ga gewoon proberen wakker blijven en dan op tijd gaan slapen. Vroeger was ik heel strikt over dat ik om 8 uur echt in mijn bed moest liggen zonder gsm. En nu wordt dat soms 8:30 of 9 uur. En ja, dan slaap ik gewoon veel minder en ben ik gewoon moeer. Maar ik doe het super graag, maar ik moet gewoon iets meer op mijn slaap beginnen letten. Maar dat ga ik vandaag doen. Ik ga nog heel even mijn kamer opruimen. Kom op, je kan het. Ik vraag aan mijn kostgenoten of nog iemand frietjes wil eten. En dan ga ik zelfs frietjes bestellen en eten. Ik voel me niet zo goed, man. Ik voel gewoon even zoveel druk. En ik mis papa gewoon. Ik heb mezelf zo hard zitten bezighouden met proberen gelukkig te zijn. Dat er nu gewoon even keihard uitkomt. Ik moet over 5 minuten ook mijn frieten gaan halen. Van, ik wil gewoon zo graag doen wat ik graag doe. En dat is echt radio maken. Maar hoe langer ik in die sector zit, hoe meer ik besef dat daar amper jobs zijn. En dat ik gewoon niet weet of dat ik dat ooit ga kunnen doen. En ik weet dat ik het wel kan en dat allee, mijn stage is ook content van mij en zo. Dus het is niet dat ik mij onzeker voel over mezelf, maar gewoon ik ga afstuderen en dat is zo eng. En papa missen in combinatie met niet weten hoe mijn toekomst er gaat uitzien is gewoon echt moeilijk. En ik ben nu gewoon spannende dingen aan het doen en ik hoop gewoon dat sommige dingen gewoon gaan lukken. Ik hoop dat echt keihard. Ik wil zo graag mijn dromen waarmaken en ik ben er echt voor aan het werken, maar soms heb je ook gewoon een portie geluk nodig en zo. En ik hoop gewoon dat mijn tijd daar is of zo, terwijl dat ik hard blijf werken en dat mijn tijd komt of zo.
Ik weet ook dat ik niet vooruit mag lopen op de feit dat ik ben letterlijk nog aan het studeren, nog stage aan het doen. Maar ja, ik heb gewoon schrik voor de toekomst. Ik ga er eerlijk in zijn. Na mijn stage weet ik gewoon niet wat er op mijn pad kan komen, ja of nee. En dat is gewoon echt fucking eng. Ik ga er eerlijk in zijn. Dat is echt gewoon eng. Ik heb daar nog nooit gehad dat ik niet wist wat mijn toekomst was. En dat is echt scary. Ik heb daar nog nooit gehad dat ik zo niet weet van wat ga ik over 2 maanden doen. En dat is echt scary gewoon, ja. Ook gewoon omdat ik in een sector zit waar niet veel plek is. Gewoon. Ik ga gewoon keihard mijn best blijven doen. Zoals ik nu aan het doen ben. En dan zien we wel waar ik terecht kom. Komt wel goed. Maar ik wil gewoon laten zien dat dat niet altijd heel gemakkelijk is. En dat er gewoon heel veel stress en hoop en zo bij komt kijken. En dan moest er nu even uit. Maar nu ga ik friet halen. Want ik heb die besteld en anders gaat dat koud worden. Let's go. Dag Larsje, wat eten we vandaag? Een soort van gefrituurde aardappelen of zo. Zo klinkt het gezonder dan het is. Ja. Zo moet je gewoon jezelf wijs maken. Dat is waar. Ik eet een veggie kipkorn en een kleine friet delen wij samen. Dat is toch zot hoe groot dat is. Je kunt gewoon een bakje van een grote kappen, denk ik. Ja, maar echt. Nice. Tijd om te gaan slapen. Dat is het grappigste ooit. Ik leg echt een vleermuis of zo. Maar ik lig dus in mijn bed. En ik wou jullie laten weten dat ik bijna aan het slapen was. En toen besefte dat ik deze video nog wil afsluiten. Het is 7:45. Ik lig in mijn bed. En ik ga slapen om morgen weer een fijne dag te hebben. Bedankt voor het kijken. Doei doei!